gaat thans over tot de kiezing van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Ter verkiezing van de voorzitter van de Nationale Assemblée wordt de heer Brunswijk Ronnie voorgedragen. Ter verkiezing van de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée wordt de heer Charman Deel voorgedragen. Het deel van uw nieuw geïnstalleerd college, dat via de lijst van de Nationale Democratische Partij is gekozen, zal geen kandidaten stellen voor het voorzitterschap en vicevoorzitterschap van DNA. Dan wordt alzo beslist voorzitter Brunswijk, ondervoorzitter Charman van uw college. Laten we dat nu echt formaliseren, hetgeen ik zojuist verhoord heb, door dat te bevestigen bij hamerslag. Mag ik de gekozen voorzitter uitnodigen naar voren te komen, ten einde de voorgeschreven eed af te leggen? Ik zweer dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk. Zo waarlijk. Helpen. Helpen mij. God Almachtig. God Almachtig. Dank u wel. Felicitaties. Dank u wel. Yes. Ik ben ervan overtuigd dat met deze daad, namelijk het kiezen van een Bosniaker, van een Maron tot voorzitter van de Nationale Assemblée, iets wezenlijk is veranderd in onze samenleving. Ik volhard in de overtuiging dat wij, allen kinderen van migranten, een ontwikkelingsstadium hebben bereikt waarin wij geloof en vertrouwen hebben in elkaar. En dat wij nu in een ontwikkelingsstadium zijn binnengestapt waarin het etnische kennelijk niet meer een dominante factor is om bij ons samen optrekken en ons samenwerken om dit land, het land van ons allen, op te bouwen. Dames en heren leden van dit college, ik dank u als geheel, maar ik dank ook de individuele leden. Voor uw stem ben ik thans voorzitter van de Nationale Assemblée geworden. Ik dank u en via uw college het Surinaamse electoraat dat door zijn bewust stemgedrag dit mogelijk heeft gemaakt en hiermee in vele opzichten geschiedenis heeft geschreven. Dames en heren leden van dit college, ik dank u allen ook voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik beloof u dat ik binnen recht en wet niet zal nalaten te doen om uw werk, ons werk, in overeenstemming te laten zijn met wat werkelijk van een parlement in een parlementaire democratie wordt verwacht. Ik kan u verzekeren dat ik ervoor zal zorg dragen dat het reglement van orde van ons college wordt toegepast, zoals het werkelijk is bedoeld, en dat wij de bepalingen in dit reglement daadwerkelijk zullen naleven. Daarbij zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen coalitie en oppositie. Ik zal bevorderen dat wij in dit parlement ter alle tijden gericht zijn en gericht blijven op de in de grondwet aan ons voorgeschreven plichten en rechten, dat wij als parlement de regering daadwerkelijk controleren. Ik kan u ook meedelen dat ik altijd bereid ben en zal blijven om mijn krachten te geven
waar u vindt dat het nodig is. Wij, u en ik, zullen steeds alles conform recht en wet moeten doen, met het oog op het bereiken van welvaart en voorspoed voor alle Surinamer, waar zij ook in Suriname hun woon- en verblijfplaats hebben, het zij als individu, het zij in groepsverband. God zij met ons Suriname. Ik dank u wel. Ik sluit de vergadering onder dankzegging van uw aanwezigheid. Dank u wel.